Zo, dan hebben we dus het eitje in de pan. Dan zetten we hem op het vuur. Zo. Lekker. Dan pakken we de spatel. En dan scheppen we zo het gebakken eitje eruit. Dan pakken we een bordje. Kijk eens even. Hé, ziet dat er niet mooi uit? Nou, die zetten we even hier neer. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we weer iets van Play-Doh. En namelijk niet zomaar iets, namelijk de Kitchen Creations. En dat is namelijk ons eigen Play-Doh keukentje. Zullen we snel gaan kijken wat erin zit? Kom, laten we snel de doos openmaken. Eens even kijken. Oh, daar zit al de pannetjes. De potjes Play-Doh. Kijk eens even. 1, 2, 3, 4, 5. En kijk eens even, het gasfornuisje. En dat is toch leuk, jongens en meisjes. Zo, laten we eens beginnen met het keukentje. Daar gaan we even batterijtjes in doen, want hij maakt geluid. Zo. 1. 2. 3. Zo. Oké. Zullen we eens even kijken wat voor geluid hij maakt? Oh, kijk eens even. Hé, hey, dat is leuk. En nu halen we even de spulletjes uit het zakje. En dan hebben we de potjes Play-Doh. Kijk eens even. Geel. Wit. Groen. Oranje. En rood. Zo, dan hebben we hier het vormpje voor het eitje. Dan beginnen we eerst met het eigeel, zoals dat heet. Hier doen we het eigeel in. Zo, dat is één. Dan pakken we zo de witte klei, de witte Play-Doh. Dan drukken we deze hierin. Zo. Halen we dit even weg. En als het goed is, kijk eens even. Hebben we een mooi gebakken eitje. Hé, hey, dat ziet er leuk uit, hè? En wat we dan kunnen doen... Kijk, een gebakken eitje moet je dus altijd in de pan bakken. Zo, dan hebben we dus het eitje in de pan. Dan zetten we hem op het vuur. Zo. Lekker. Dan pakken we de spatel. En dan scheppen we zo... Het gebakken eitje eruit. Dan pakken we een bordje. Kijk eens even. Hé, ziet dat er niet mooi uit? Nou, die zetten we even hier neer. Er hoort natuurlijk ook een boterham bij. En dan gaan we een oranje boterham maken. Nee, ja, oranje boterham. Oké, dan rollen we deze even mooi plat. Zo. Dan drukken we deze erin. Let op. Zo. Oké, kijk eens even. Zo, dan hebben we mooi het plakje brood. Die leggen we even hier neer. Dan kan er mooi het eitje op liggen. Kijk eens even. En dan hebben we lekker een broodje met een gebakken ei. Nou, op naar de volgende.
Maar jullie houden natuurlijk ook wel van worteltjes, denk ik. We kunnen ook mooie worteltjes maken. Laten we eens even 2 gaan maken. We hebben een beetje oranje nodig. Zo, maak een steeltje. Dat is 1. Dan pakken we een stukje oranje. Voor het worteltje. Druk je hierin. Zo. Oké. Oké, dat is 1. We halen hem er even uit. En kijk eens even, jongens en meisjes. We hebben een mooi worteltje. Nou, die leggen we even op het bordje bij het gebakken eitje neer. Dan gaan we er nog eentje maken. Dus doe je hierin. Zo, het steeltje. Oké. Oranje erin. Kijk eens even. Halen die eruit. En nog een mooi worteltje. Kijk eens even. Dat is leuk zeg. Nou, dit ziet er wel heel erg mooi uit. Zo, die leggen we ook even hier op het bordje neer. Zo. Oké, een gebakken eitje met worteltjes. Maar dan hebben we nog meer leuke dingen, jongens en meisjes. We hebben ook een biefstuk. Ik weet niet of je een biefstuk kent. Misschien heeft je papa of mama wel eens een biefstuk gegeten. Dat is een stuk vlees van de koe. En die gaan wij nu openmaken. Zo, kijk, ik doe een beetje wit erin. En dan pakken we de rode. Zo. Oké. Kijk, drukken we deze hierin. Zo. Oké. Haal de klei eromheen weg. En dan haal hem eruit. Kijk eens even. Hey. Dat is mooi. Daar hebben we ons eigen biefstukje. En die kunnen we ook weer even in de pan opbakken. Want die moet je wel even bakken. Zo. En dan zetten we hem even op het vuur. Nou, die is bijna klaar. Kijk, hij is al helemaal klaar. Spateltje, haal hem er zo uit. Leg even de worteltjes, leggen we even hier neer. Zo, even een eitje. En die leggen we even op een bordje. En dan kan je zo het biefstukje opeten. Hé, dat is leuk hè? Nu gaan we nog wat groenten maken. Want groenten zijn natuurlijk heel gezond. Er zitten vitamintjes in en daar word je sterk en gezond van. Dus eens even kijken. Nou, Roos en Florien vinden broccoli heel lekker. En ze vinden bloemkool heel lekker. Dus we gaan broccoli en bloemkool maken. Nou, broccoli is natuurlijk groen. Dus dat pakken we eens even. Het groene Play-Doh. Kijk, die doen we hierin. Zo. Even. Daar heb je een broccolietje. En die doen we alvast even in de pan, want broccoli moet je koken in water, in een pannetje. Dus die leggen we even hier neer. Maar dan pakken we ook wat bloemkool. En bloemkool is natuurlijk wit. Zo. Oké. Zo, 1. Dan pak je eruit. Kijk eens even. Daar hebben we een bloemkooltje. Die doen we ook in het pannetje. Nou, en worteltjes moet je natuurlijk ook koken in water. En die kan je gewoon rauw opeten, dus zonder te koken. Dan moet je hem alleen even afschillen. Nou, dan hebben we hier de groenten. En die gaan we ook even koken op het gasfornuis. Zo. En die zetten we even hier neer.
Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als er een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. Want dan krijgen jullie gratis automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!